Hey, Bart Valkenier van MaakIetsMedia.nl. Welkom bij deze korte, simpele Wii Video Tip. Stel je voor, ik heb hier een hond. En deze hond mag niet herkenbaar in beeld komen. Oh nee, nee, nee. Ah, help. Nu zie je toch wie het is. Nee, grapje. Is dat wat ik bedoel? Stel je voor, je filmt een persoon. En die film. Uh, nou ja, die persoon mag niet herkenbaar in beeld komen en je wil zijn gezicht blurren. Hoe doe je dat? Dan ga je dubbelklik, dan kom je in de settings van deze clip. En hier is een nieuw effect, dat staat hier blur effect. En dan klik je op add blur. En dan krijg ik hier een vierkantje en die kan ik dan op de gewenste plek zetten. En die kan ik ook nog een beetje groter of kleiner maken. Ander gelang je dat wilt. Nou, stel je voor: ik zit nu aan het begin van de clip. Daar staat hij automatisch op. Maar die clip beweegt natuurlijk. Dus ik moet dat uh, gebleurde vakje animeren. Dus, en zorgen dat hij op de kop van de hond blijft zitten. Nou, hoe doe je dat? Eigenlijk heel simpel. Je doet gewoon op play. En dan doe je met spatie kun je hem eens eventjes stopzetten en dan zet je hem op de goede plek. En dan zie je hier hier al deze vakjes zijn eigenlijk de frames van je clip. En dan zie je hier dat hij dus een keyframe heeft gezet. Met andere woorden, hij heeft hier vastgelegd dat op deze plek in de tijd het vakje hier daar moet zitten. En zo kun je dus eigenlijk je video een beetje door. Start en stop met spatie of hier met de play button. En op die manier zet je dus dat vakje op de goede plek. En zo ga je de hele clip zo een beetje door. En het handige is, bij elke verplaatsing zet hij dus hier een keyframe. En als je nog eventjes iets moet aanpassen, dan kun je bijvoorbeeld deze... Oh, die oortjes mogen ook absoluut niet in beeld komen. Kun je dat op die manier dus doen. En heb je dus een geblurred vakje, zodat er personen onherkenbaar in beeld komen. Of honden. Of regenwormen of aliens of wat dan ook. Maar die blur-effect is super handig. En ook super handig had hij dus die automatische keyframe set. Dus voor je het weet heb je het voor elkaar, druk je op DON. En op die manier heb je dus een gebleurd vakje over uh, je beeld heen gezet. Super handig. Uh, meer Wii-video tips en nog veel meer toffe tools op maak Maak iets.